Oké, derde filmpje alweer in de serie over kracht en beweging. Deze paragraaf heet trouwens ook kracht en beweging. Dat is natuurkunde voor VMBO naar HAVO schakelklas. Nou, gaan we kijken naar kracht en beweging dus. En dan kom je de wetten van Newton tegen. Er zijn er drie en we behandelen er volgens mij twee. Eerst het van Newton is deze. Als je een voorwerp hebt en dat is in rust of beweegt met een constante snelheid, dan moet het zo zijn dat alle krachten die op dat voorwerp werken samen een resultante kracht geven of een resulterende kracht van 0 newton. En andersom is ook waar. Als op een voorwerp of een persoon een resulterende kracht of resultante kracht van 0 newton werkt, dan blijft zijn beweging zoals hij is. Dat betekent dus als hij stilstaat, dan blijft hij stilstaan en heeft hij een constante snelheid, dan houdt hij diezelfde constante snelheid. Bijvoorbeeld is natuurlijk een ruimteschip in de ruimte, die niet in de buurt is van een planeet en ook zijn motoren uit heeft staan. Die blijft gewoon in principe altijd in diezelfde richting bewegen met dezelfde snelheid. Fietsen met constante snelheid is ook een voorbeeld. Dan denk je misschien van ja, maar hoe kan dat nou? Hoe kan de resulterende kracht er nul zijn? Ik moet toch trappen? Ja, dat klopt. Je moet kracht leveren om die constante snelheid te houden. En dat komt doordat er ook tegenwerkende krachten zijn, namelijk de luchtweerstand of rolweerstand. Ja? Dus jouw trapkracht is precies even groot als alle weerstanden samen als je een snelheid hebt die constant is. Dus is de resulterende kracht, resultante kracht, nul. Je ziet dat in de vorm van tekeningen. Kijk, hier heb je de middelste situatie. Je hebt hier een trapkracht, dat is de rode pijl naar rechts. Je hebt hier een even grote kracht naar links, dat zijn de wrijvingskrachten. Samen heffen die elkaar dus op, dus deze fietser houdt zijn constante snelheid. Of als hij stilstaat, nee, dat zal niet. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat hij trapt en tegelijkertijd de rem in trekt terwijl hij stilstaat. Nou, dan blijft hij stilstaan. Hier is het andere geval. Hier zie je dat de trapkracht groter is dan de wrijvingskrachten die tegen de beweging inwerken. Dat betekent dus dat deze fietser aan het versnellen is. De snelheid zal toenemen. En hier is het tegenovergestelde. De fietser die trapt niet meer, maar hij trapt wel in remmen. Dat betekent dus dat er een resulterende kracht is tegen de bewegingsrichting in en dan zal hij dus afremmen. Vertragen. Hier staat het eigenlijk nog eens een keertje. Als de spierkracht groter is dan de wrijvingskracht, is de resulterende kracht dus groter dan nul, dus je kracht is. De resulterende kracht is in de bewegingsrichting, dus ga je versnellen. Eenparig versnellen. Dat betekent dus dat de snelheid constant is. Maar als je fiets en je spierkracht is kleiner dan de wrijvingskracht, of helemaal nul, of je remt zelfs, dan is de resulterende kracht dus tegen de bewegingsrichting in, maar niet nul. Dat betekent dus dat je vertraagt. Eenparig, dus dat je snelheid met een constante waarde elke seconde afneemt. Maar als je spierkracht even groot is als de wrijvingskrachten, dan is de resulterende kracht dus nul en blijft je beweging dus constant. Eenparig. Constante snelheid. Wat eventueel ook nog kan, maar dat komt in het hoofdstuk niet aan de orde, is natuurlijk dat je een kracht hebt bijvoorbeeld van de zijkant, bijvoorbeeld de wind. Ja, dan kan je eventueel een andere richting in worden geblazen, zeg maar. Kom in het hoofdstuk niet tegen, we hebben alleen maar rechtlijnige bewegingen. Oké, dat is een korte paragraaf. In de volgende paragraaf gaan we verder met de tweede wet van Newton.